Misschien herkent u dit wel. U wordt in het ziekenhuis opgenomen, u komt er net vandaan, of u kent iemand die momenteel in het ziekenhuis ligt. Een ziekenhuisopname gooit iemands leven vaak behoorlijk door de war. Ik heb voor u nieuwe tabletten. En er verandert tijdens de opname vaak veel in de medicijnen die iemand krijgt. Medicijnen dragen bij aan een goede behandeling, maar bij onjuist gebruik kunnen ze juist schade toebrengen aan uw lichaam. Hiervoor moeten we even terug. Nog voor uw ziekenhuisopname zijn de apothekers van het ziekenhuis al bezig met veilig medicijngebruik voor u als patiënt. De apotheek van het ziekenhuis zorgt ervoor dat de patiënt tijdens een opname medicijnen krijgt. Samen met de apothekersassistenten brengen we de medicatie in kaart die de patiënt voor de opname al gebruikte. En gedurende de hele opname houden we de patiënt in de gaten en kijken we of nieuwe medicatie samen kan met de medicatie die de patiënt al gebruikte voor de opname. Hey. Zou je willen meekijken met de medicatielijst van mevrouw Vellinga? Natuurlijk, ja. Nou, absoluut. Tijdens een ziekenhuisopname krijgt u meestal nieuwe medicijnen. We volgen de nieuwe medicijnen van mevrouw Vellinga. De apothekersassistente checkt in het digitale systeem of de nieuwe medicijnen veilig gebruikt kunnen worden. En bij twijfel wordt dit besproken met de apotheker. Op deze plek kijk ik in het digitale systeem of mevrouw Vellinga of haar nieuwe medicatie veilig toegediend kan worden. Dus ik check de dosering van de medicatie en of dat veilig is. En ik zie dat de dosering van de nieuwe antibiotica goed is. Het nieuwe medicijn is veilig en wordt klaargemaakt door de ziekenhuisapotheek. Als apotheker van het ziekenhuis kijken we heel kritisch naar de dosering van medicatie. En dat heeft ermee te maken dat een te hoge of een te lage dosering gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van een patiënt. Daarnaast maken we de medicatie klaar volgens hele strenge hygiëneregels. Dat is natuurlijk heel belangrijk omdat medicatie direct in de bloedbaan van een zieke patiënt wordt toegediend. De apotheker van het ziekenhuis houdt ook de dosering van het medicijn goed in de gaten. Soms wordt dit getest in het bloed van de patiënt. Dan wordt er bloed afgenomen en dit wordt in het laboratorium van de apotheek onderzocht. Het is heel belangrijk dat de dosering van het medicijn goed is. Bij een te lage dosering heb je onvoldoende effect. En bij een te hoge dosering heb je te veel kans op bijwerkingen. Zo wordt uw medicijngebruik dus goed in de gaten gehouden door de echte medicijnexperts. De apotheker van het ziekenhuis. Ik vind mijn werk leuk omdat ik patiënten kan helpen met soms hele ingewikkelde vragen. En op die manier kan ik de zorg voor die patiënten makkelijker, maar ook beter maken. Ja, dan is Mijn werk is belangrijk omdat door het meten in het bloed en daarop bij te sturen, ik de allerbeste therapie aan de patiënt kan bieden. Ik hoop dat iedere patiënt van ons het gevoel krijgt dat we zowel in als buiten het ziekenhuis ontzettend goed op de medicatie letten. Ik hoop dat iedere patiënt het belang inziet van zijn medicijnen goed innemen, want dan pas kunnen ze werken. Heeft u vragen over uw medicijnen? Neem dan contact op met de apotheker van het ziekenhuis. Dit kan rechtstreeks of bijvoorbeeld via de verpleegkundige of arts.